Ik denk dat het belangrijkste voor mij vanavond is om te kijken wat voor individuele capaciteiten de deelnemers hebben. En om te kijken hoe ik ze inzicht kan bieden, hoe ze een volgende stap kunnen maken in het pad wat ze momenteel bewandelen. Als er iemand bij zit die echt super getalenteerd is, dat ik die persoon heel oprecht kan vertellen dat ongeacht je talent het nog heel veel werk is om ergens te komen in deze industrie. En dat ik ten alle tijde vanuit mijn functie ook hier bij Studio 15 aanwezig ben eens per maand om bepaalde vragen te beantwoorden. Maar ik ben altijd wel van mening dat ik mensen hun eigen stappen wil laten zetten, omdat iedereen wel op zijn eigen manier moet leren wat er voor nodig is om in deze tak van sport verder te komen. Het commitment die je hebt om dat lang te gaan doen, kan er straks op neerkomen dat je denkt van Jezus, ik verdien echt helemaal geen zak en dit is wat ik super leuk vind. Maar ik word ouder en ik ga en hoe ga ik dit omdraaien? Dus als voorbeeld wat ik voor de producers eigenlijk wou geven, is besef je ook dat je als beatmaker je niet blind staat op die placement bij een grote rapper. Of bij een bekende rapper of bij meerdere rappers. Maar besef je ook dat als je bijvoorbeeld beats kan maken, dat je ook 2 dagen per week beats kan maken die mensen in YouTube-filmpjes kunnen gebruiken. Met masterclass bedoelen we vooral een hoger niveau als een workshop. Ja. Dus waar we wel echt kijken van, kunnen we iemand naar een volgend niveau tellen zonder dat ik echt ga voorkouwen wat er moet gebeuren. Ik ben wel echt hier om te kijken van, oké, wat zit er in iemand en hoe kan ik iemand wat meer vertellen over zichzelf en aanwijzen welke richting die op wil. Hoe lang duurt meestal zo'n cursus? Ja, dat varieert heel erg. Sommige mensen kan je in 10 minuten vertellen wat er aan de hand is. En met andere mensen heb ik wel eens 4, 5 uur gepraat. Dat is echt heel individueel.